Goedemorgen allemaal, fijn weekend ten eerste. Het is een heerlijke dag, zondag. En ik heb vandaag voor jullie wat lekker veel kleur meegenomen. Te beginnen natuurlijk het pak dat ik zelf aan heb. Van Saint-Tropez in een koraalrode kleur. Die zien we heel veel nu in hun collectie. Ik heb ervoor gekozen om een sportief truitje bij te doen met een kusje. Dus ja. Dat is natuurlijk superleuk, nog een beetje in de Valentijnsferen blijven. Ik heb ervoor gekozen om er lekker een sportieve sneaker onder te doen. Je kan er bijvoorbeeld ook een cowboylaarsje bij doen, dan maak je weer net iets chiquer. In deze collectie hebben we ook binnengekregen mooie basistruitjes, ook weer in die koraalkleur en mooi in lila. Nou, ik denk dat lila natuurlijk ook weer leuk onder dat pak. Dat kan er ook heel gaaf bij. En dan roep ik heel even Merlijn erbij. Merlijn, nou, dit Hallo. Is een goede vriendin van mij en zij loopt nu stage bij La Vie. Kan je dat over jezelf vertellen? Nou, ik ben Merlijn en ik ben 20 jaar. Ik doe de opleiding interieurstylist en vormgeving op Nimeto in Utrecht. En ik zit dit jaar in mijn tweede jaar, dus ook mijn eerste stage. En ik heb er heel erg veel zin in. Nou, superleuk dat je er bent. Zeker. Merlijn heeft ook van Saint-Tropez een mooi vestje aan. Hetzelfde materiaal liet ik jullie net al, het truitje zien. Wij hebben hierbij gecombineerd een mooie blouse, een mooie voile kwaliteit en de mooie broek van Florès. Het is een flare model en zoals je ziet staat het natuurlijk super leuk bij elkaar. Maar denk hier bijvoorbeeld ook weer, dezelfde trui die ik aan heb, bij dat lila leuk dat rood, dat koraalrode bij. Dat kan er natuurlijk ook heel graag bij. Nou Merlijn, dankjewel. Ik ga nog even een paar dingetjes laten zien die ik zelf heel gaaf vind in deze collectie. Zoals dit teddyjasje. Superleuk, een beetje bombermodel, is wat korter, dus zeker voor na het voorjaar toe kan dit heel leuk gedragen worden als buitenjas. Ja, en dus inderdaad half teddy en half leuk een beetje die geruite stof. En tot slot even kijken waar die hangt, de basisshirtjes. Oh, de andere heb ik aan. Hele lekkere basisshirtjes, iets een V-halsje. Ik heb hem zelf hieronder gedaan in het rood, maar goed, je ziet hem niet, dus dat is jammer. Maar dit zijn ook hele fijne, lekkere tricot kwaliteiten. Dus dat draagt heel lekker als basis. Dus ik zou zeggen, heel fijn weekend nog. En tot ziens bij La Vie in Woudenberg.